En zoals jullie weten zijn de Paralympics nu op dit moment bezig. En wij gaan vandaag tricks doen met een beperking. Oké. Je doet een overslag met je hoofd. Voor je nek kraken ook. Yo mensen, welkom bij een goed nieuwe video. Vandaag ben ik er eindelijk bij. Ik ben 2 weken lang op vakantie geweest. Was heerlijk, maar ja, nu gaat alles weer starten. Ook de Vriendenles gaan we starten, dus zit jij nog niet op Vriendenles? Ga dan even naar de Tenten Vriendeling website en check eventjes welke locaties wij hebben. Want we hebben heel veel locaties en misschien wel eentje bij jou in de buurt. Vandaag sta ik weer in de tuin, achter de camera staat. Yo mensen. Die gast, die kennen jullie wel, weet je wel, die wat bollere uit mijn familie. How are you? Vandaag hebben we iets leuks bedacht. Zoals jullie weten, misschien weten jullie het niet, hebben wij op de Tenten Vriendeling website de nieuwe kleding. Maar ook dit. En jullie denken, hè? Een zakje, het Tenten Vriendeling erop, dat is wel heel mysterieus. Misschien komt daar al een hele airtrack uit. Nee. Het zijn banden om je elastieken om je benen mee te trainen. Kijk zo, eventjes. Wat een beest hier. Nou, dat doet wel, wel goed. Dat komt allemaal door deze banden, daar kan je mee trainen. En zoals jullie weten zijn de Paralympics nu op dit moment bezig. En jullie denken van, hé, wat zijn de Paralympics? Paralympics zijn de Olympische Spelen voor mensen met een beperking. En wij gaan vandaag tricks doen met een beperking. Waar we gaan deze banden, al verschillende soorten. Deze is het zwaarst en dan steeds al minder zwaar, deze het lichtst. En dan gaan we kijken of we challenge voor elkaar kunnen bedenken met een beperking. En dan gaan we kijken of je het kan nadoen. Doe allemaal één challenge met één kleur. Dus ik verzin de eerste challenge met groen. Wat kan je ermee op? Oké, wat je doet? Je doet hem om je beentje squatten. Dan... Zo, zo. Vandaag gebruiken wij het iets meer als struggle. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus op, jij even de eerste trick met zo'n ding om je been. Oké. Eerste challenge met groen. Komt-ie. Backfull naar backfull. Lekker. Kijk, dit is nog best een lichte, dus dit is nog wel te doen. Zoals als ze met rood gaan, die is het allerstrakste eigenlijk, dus die is het lastigst. Lekker. Nu moet ik er eentje verzinnen. Kijk, ik doe dan wel net weer wat lastiger dan Albert, maar daar heb ik één ding voor nodig. Namelijk een wallflip. Nee, gast. Oké. Deze leggen we eventjes hier neer. Dan gaan we eventjes naar geel. Je voelt gelijk dat geel een stuk dikker is, voel maar. Rollist hier met een nieuwe Fortnite video. Je moet hem om je arm houden en om je been. En dan moet je proberen een sideflip vanaf het trampoline op het rode blok landen. Nee. Om één been en om één arm. Is toch mooi dit? Dat is toch goud. Ik ga laat even een blauw duimpje achter voor deze geniale actie. Nee. Dat betekent voor mij dat het 1-0 voor mij is. Oké, nu mag jij een challenge bedenken met de gele band. Je mag het ook zo, hoef niet alleen om je benen. Je mag ook gewoon iets anders mee verzinnen. Ja. Zo doe ik gewoon. Oeh, gast. Laat me weten of je ooit zo'n grappige backflip hebt gezien als deze. Want deze is wel echt geniaal. Wees even eerlijk. Nee, ik wil ook eigenlijk proberen. Ja, mag. Maar als ik het nu haal, heb ik dan een punt of niet? Prima. Zo moet je doen. Oei, dat is zo eng. Nee, ja. Oké, deze trick van allemaal had ik wel onderschat. Hij schiet weg. We hebben allemaal eentje gehad met geel. Dat betekent dat we naar de volgende kleur gaan. En dat is... blauw. Oké, wat ga je doen? Ik ben benieuwd. Wat je gaat doen, doe namelijk hier omheen. Jij hebt echt rare variaties, jongen. Nou, dat betekent dus dat je op één been iets moet doen. 2 backflips achter elkaar op één been. Dit vind ik wel om te lachen. Oké, de challenge is, ik heb een blauwe elastiek. Ik doe even dit elastiek op één been. En dat been mag ik dan niet meer op de trampoline zetten. Dus dat is eventjes de handicap die je dan hebt. Dus doe om één been heen. En nu is het dit been. Mag ik dus nu niet op de trampoline neerzetten. En de trick is, 3 backflips achter elkaar. Man. Je heeft het dan niet goed. Ik raak het echt zo hard met mijn andere in de trampoline. Hoor. Laat ik het er 1 keer proberen. Nou. Dit vind ik wel om te lachen. 1, 2. Oh. Ja, er zijn maar 2, maar je hebt 2 pogingen. Dus wel lekker. Even eraf, even resetten. Zo, echt een hark ben jij. En 1, 2, 3. Hey, dat was hem hoor. Kan jij mag met de blauwe band. Trouwens, degene die verliest, die moet zwembad in, hè? Ja, ik ga proberen een bal out te landen. Alleen, je kan het niet tukken. Ja, dat is wel naar. Nou, probeer maar eens een keer. Oké, nou dat is best netjes. Eigenlijk is wel iets makkelijker. Ja, nee, je hebt het al gedaan, dat doen we niet. Ja, en daarna gaan we met de rode. Wat is het best op? www.team-tender.nl Dat is de oude website. Echt? Ja. Weer nieuwe. Gast. Oh ja, Team Freerunning. Tender Freerunning. Oké, Rutger. Alles is wel redelijk te doen. Oh. Ik heb een leuke met deze. Ik doe naar rood. En rood is het strakst. Wat je doet.
Deze is daar. Deze is één keer eromheen. Dan is het challenge. Ik weet echt totaal niet of het mogelijk is. Kom naar Rudy. Eén praatje. Ik ga hem gewoon nog een kans geven. Yo! Gras is namelijk een beetje glad. Overslag. Met je nek. Je moet alleen je nek gebruiken. Je moet... Nee, nee. Maar dat, want nu zit je weer echt. Maar, je weet dat ik dit niet kan. Dus echt, doe gewoon met je handen, gast. Overslag is met je handen. Dat mag ook met je nek. Oké, 3, 2, 1. Ja, maar dan gebruik je de hele handicap niet. Dan kan je net zo goed een double back doen en een touw om je haar in doen. Je doet nu, je handen, bind je vast en je doet overslag met je nek. Succes. Iedereen mag in een deuk. Oké, okay, ik moet zeggen voor jou zo. Oh ja, hij staat, die is net. Die is dan ben ik weer. Ja, met de rode. De laatste chance dit trouwens. Realistic. We hebben trouwens al superveel merch. Er is heel veel accessoires zoals jullie weten. Dus als jullie nog meer accessoires weten, nog meer merch wij moeten doen. Laat het even weten in de comments. Dan gaan wij misschien dat wel laten maken voor jullie. Dus laat het zeker even weten. Haar. Bijvoorbeeld een... Lange broek. Ja, een lange broek is een goeie. Maar als jullie lange broek willen, moet je wel eventjes liken. Challenge is, je hebt ze maar zo, net is gebroken arm, zeg maar. Zo Nutella. Zie je dat? Nutella. Nutella? Wat? Hij zegt een Nutella. Oh, help. Oké, okay, ga verder. Ik heb namelijk nooit gebroken arm, want ik land wel al mijn tricks. Wat je doet is een backflip naar backfull van Tommy af. How are you? Gast. Your turn. Ik wacht op Tommy. Wat doe je nou? Ah, oh, jammer. Ik ging niet zo goed naar achter. Maar hij toch. Okay. Zoals jullie weten staat gelijk. Dus we hebben nog niet echt een verliezer. We moeten het wel even hebben natuurlijk. Dus ik heb een kleine challenge. Je doet dit ding door je arm heen. Je gaat op je knieën zitten. Met je benen zo. En dan moet je opspringen op je voeten landen. Oké, okay, jij. Wat denk je? Dat ik moeilijk is? Nee. Kan je nu eigenlijk iets verzinnen? Verzinnen wat leuk. Ook zoiets, een beetje een leuke challenge. Je zit zo, doe een overslag met je hoofd. Vliegslag, sorry. Oké, okay, succes. En je... Ja. Dat zijn we ook wel. Dat was echt heel goed. Hoor je mijn nek kraken, hoor. Oh, wat deed hij nou? Doe dit nooit na thuis. Voordat wij het zwembad zijn gaan, we hebben natuurlijk vandaag op een grappige manier toch een beetje geprobeerd om te kijken hoe het is om een handicap te hebben. Dus om te kijken hoe het is als je iets niet kan, als je ergens aan vast zit. Ja, dat is natuurlijk veel lastiger dan normaal. Dus als je deze dag niks te doen hebt, check dan zeker eventjes op tv de Paralympische Spelen. Want ik heb echt zoveel respect voor die sporters. Ze zien er echt zo knap uit hoe hun het allemaal doen. Dus als je niks te doen hebt de komende dagen, check natuurlijk ook onze video's. Maar ga ook even naar de tv en check even de Paralympische Spelen. Super sick. Wat een blauw duimpje achter. Al is nu zo bad. Slippers aan het aandoen en dan gaan we lekker het zwembad in. Oeh ja, dit wordt heel koud. Gewoon met je lange broek aan hebben ze, is niet normaal. Ja, oh ja, helemaal nat. Helemaal onder water. En is het koud? Nou, hey, nee! Oké, vertel dus de story waarom die leeg is. Gewoon een hele story? Of in het kort? Nee, gewoon kort. Ja, we hadden iets verkeerd gedaan. Dus... Veel te lang. Moet korter. Een nieuw water en dan... Volgende video is het zelf weer echt terug. Op, stel jij maar. Dit was weer het einde van de video. Maar moest je niet vergeten op? Abonneren. Abonneren. Was vakantie eigenlijk leuker dan in Italië? Ja, mijn vakantie was lekker. Hoe was jouw vakantie? Zeker. Ja, ook lekker. Crossing was ook echt leuk. En hoe was die video nog niet gezien? Check eventjes. Check. En hoe was jullie vakantie? Laat even weten in de reacties. En laat even weten of je zin hebt om naar school te gaan. Ik heb wel zin om te werken. Maar vakantie is ook wel lekker, moet ik zeggen. Ben ik zeker eens. Ja, maar Abby, wat doe ik naar school? Hè? Helaas wel. Hoe welk jaar zit je? Laatste jaar. Laatste jaar van de middelbare school. En weet je wat je wil je nou? Nee. Oké, jongens, we checken jullie bij de laatste video. Joes.